Goedenavond, beste mensen. Mag ik eventjes een paar minuutjes stilte? We gaan een persconferentie houden na afloop van de wedstrijd tussen KSV Oudenaarde en KVV Zelzate. Gewonnen door Oudenaarde met 4-2. We gaan dat traditioneel doen met beide trainers. Langs ons, mijn rechterkant staat Stefan Leleu, trainer van Oudenaarde. We gaan natuurlijk beginnen met de trainer van de bezoekers, dat is Gino Pauwels. Gino, welkom in Oudenaarde. Ja, een nederlaag. Mogen wij uw wedstrijd analyseren? Vorig jaar was het plezanter om hier te staan, dat geef ik toe. Ik denk dat we toch onszelf een beetje in de voet geschoten hebben door drie, viertal minuten nadat de wedstrijd start al op achterstand te komen. Een goal die voor mij perfect te vermijden is. Maar goed, onze eerste 20 minuten waren in het algemeen niet goed. Één goal. En dan komen we wel beter in de wedstrijd, denk ik. Eerste helft, een paar halve kansjes. Een voorzet die net niet toekomt. Dan kom je op 0-2 en dan moet je risico's nemen. Of 2-0, sorry. Dan moet je risico's nemen in de tweede helft. Dus we doen ook een wissel. En dat is niet, want ik hoor er altijd de wilste verhalen over. Dat is niet omdat een jongen zijn best niet deed. Jules Flamand is 2 weken uit geweest. Dat is iemand die ons voetballend in balbezit veel kan bijbrengen. Dus eigenlijk ga je iemand die meer verdedigend ingesteld is, gaan wisselen voor iemand die aanvallender ingesteld is. Meer moet je daar niet achter zoeken. Dus dat is eigenlijk een tactische wissel die we doen. En ik denk dat die in de tweede helft eigenlijk bewijst wel dat dat toch een stukje aanslaat. Want dan kom je op, door een penalty, terecht niet, daar gaat mij niet over, uitweiden, dan kom je op 2-1. En dan heb je natuurlijk, iedereen heeft het wel gezien denk ik, dan komt er een bal op de binnenkant van de paal. En in de omschakeling pak je de 3-1. Ja, voilà. En dan wordt het moeilijk, maar goed. En dan moet ik, moet ik de ploeg en alle spelers feliciteren dat je toch nog weerbaar bent. Dat je nog die 3-2. En dan moet je een beetje geluk hebben dat die bal nog een keer goed valt. En dat is ook overenthousiasme. Ik denk als wij één toonbeeld hebben van inzet van de juiste wedstrijdmentaliteit, dan is dat Pieter Grootaert, onze linksachter, die eigenlijk vandaag geen geel mocht nemen, want dat was ook zijn derde naar volgende week toe. Maar je ziet altijd, elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is, of het beestje. Dat is iemand, dat is een pure winnaar. En ja, die doen een tackle om de ploeg te helpen. Dus, denk naar mentaliteit mogen we niet zeggen. Maar de kwaliteiten van Oudenaarde, als je ziet aan welk tempo en met welke intensiteit dat er omgeschakeld wordt, dat kan ik ook alleen maar zeggen, chapeau. Als je ziet de manier waarop dat Lorenzo 2 keer af werd, denk ik, dat is klasse en dat is kwaliteit. Hè. En goed, dan moeten we onze meerdere erkennen in dit Oudenaarde. En dan kunnen we terug. En ik weet ook wel, er wordt veel over gezegd en geschreven. En dat is ook zo. We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Waarom? Omdat we heel veel gekwetst hebben. Hè. Het is al begonnen voor het seizoen een speler die afhaakt. In het seizoen een tweede die afhaakt. En dan een derde die we in nieuwjaar vertrekt, die in de hoek speelt. En dan gaat uw kern al een beetje gaan... wordt die al heel smal en dan ga je zien dat alles tegenhoudt. Thomas Zwart, de kruisband, Thibaut Franky, sleutelbeen gebroken. Allemaal blessures waar je niets kunt aan doen. Dat zijn contactblessures. Dat zijn geen blessures naar spieren of naar... We proberen dat op te vangen. En er zijn jonge gasten bij ons, ik zeg dat 1000 keer, die veel kwaliteiten hebben. Maar op het moment dat je in een situatie komt waar wij zitten, dan kun je niet verwachten dat zij u de reddingsboei brengen. En dan is goed, het is nu moeilijk, maar nogmaals, en dat is voor mij het allerbelangrijkste, heb ik ook aan de rust gezegd, de mentaliteit bij alle 15 die er waren was oké. Iedereen had de wil om te winnen. En ja goed, we zijn op een sterker Oudenaarde. We hebben het geluk ook wel, gelijk dat we daarnet zeggen, het geluk niet meegehad, maar we moeten ook zeggen, het is ook niet voor niets dat je meedoet voor de derde periode te winnen. Hè. Voilà. Dus wij treffen jullie op het verkeerde moment nu. Dat is wel een feit, want 8 weken geleden zaten we hier in zak en as na de nederlaag tegen Brakel. En kijk, volgende week gaan we naar Gent om ons leidersplaats in de derde periode te verdedigen. Stefan, iets minder volk dan vorige week. Mogen wij uw wedstrijd analyseren? Ja, dat is duidelijk dat er minder volk is. En dat was ook mijn vrees na vorige week. Hè. Veel volk, tof ambiance. Dat er wat decompressie zou zijn. Maar gelukkig waren we nog niet gered. Dat we toch nog wat druk op de ketel konden steken. En we beginnen heel, heel sterk. En we komen snel 1-0 voor, hè, wat het ideaal scenario is. En daarna vervallen we een beetje in slordig balverlies. Niet de juiste pas of de onzorgvuldige pas. En dan komt natuurlijk de tegenstander beter in het spel voor.
ook zeggen dat Gino zijn ploeg altijd wel goed staat. En ze weten ook wel hoe dat ze moeten lopen en dat ze moeten druk zetten. En wij gaan dan in de val trappen. En ze hebben ook een goede mentaliteit. Ik vond dat als scheidsrechter misschien iets sneller kon gefloten hebben in sommige fases, maar wat. Wij gaan dan niet, net niet goed doen en daardoor kunnen we niet meer de tweede maken. En dan komt uit de kleedkamer en kreeg er snel een penalty tegen. En dan is het een beetje aan mijn tand natuurlijk. We hebben de tweede gemaakt in de eerste helft natuurlijk, 2-0 onder rust. Maar krijgen we de goal tegen, penalty ja, al of niet, oké, zwart. En dan wordt het moeilijk natuurlijk. Hè. Je weet dat ze wel ook wat ballen kunnen smijten, als we wat kopbalsterkte hebben. En we komen daar goed weg, dan bal de paal. En de perfecte counter. Hè. Guillaume die er perfect omschakelt. Matt die de bal perfect in de loop geeft van Kassen die hem mee heeft met Lorenzo en die hem afmaakt. En wat Gino zei van Lorenzo heeft perfect afgewerkt. Ik denk als hij heel perfect afwerkt vandaag dat hij nog wat meerdere doelpunten of toch een assist tot een doelpunt kon gegeven hebben. Want na de 3-1 vond ik ons wel heel goed. En hadden we kans op 4-1, doen we dat niet. Dat wordt dan uiteindelijk 3-2. Ja, dan is weer wat bibberen. En uiteindelijk dan de laatste seconde maken we het wel af. We zitten in de fase dat meegaat, we hebben een fase wat niet meegaat. Nu gaat wat mee. En zelfs had hij natuurlijk aan de andere kant nu. En dat is wel ja, het verschil tussen winnen en net niet winnen. En ja, dat is een groot verschil met de eerste ronde natuurlijk. Zoals Gino er juist zei, de hoek waar de klappen vallen, het is veranderd van kant. In de ene ronde waren wij zwaar het ijs door blessures. Dus ik weet dat het een beetje, zou ik moeten zeggen, dat we blij mogen zijn met een dode mus. Maar we staan aan de leiding in de derde periode, Stefan. Uiteindelijk betekent dat niet zoveel, want die eindronde werd een beetje overbodig. Aan de andere kant, als je ziet van waar we komen, moet dat toch een geweldige opsteker zijn voor de ploeg, dat we nu plotseling, momenteel, met 19-21, dat we zeggen de beste ploeg zijn voor het moment, qua resultaten. Ja, qua resultaat wel. En ik wil erop inpikken wat Gino juist zei. Dus normaal gezien gaat het nooit met de jeugd u redden. Maar wij bewijzen wat tegendeel. We hebben de jeugd moeten inpassen ook. En ze vallen reuze mee. Victor ook vandaag. Maakt ook een mooi doelpunt. Valt perfect in. Kon ook gestart hebben. Maar okay, ik heb voor Kasper gekozen. Omdat ik dacht dat we minder ruimte gingen krijgen. Het kan. En vandaag zijn we op papier, volgens de derde periode, de beste ploeg. Maar het zijn nog andere ploegen. Maar het zit goed. Mentaliteit is goed. De ambiance is goed. En dan kun je altijd wel wat meer natuurlijk. Ja, het zal wel zijn. Voor jullie wordt de wedstrijd tegen Erpenmeer, is dat volgende week? Of wordt dan eigenlijk wel superbelangrijk? Want als we de resultaten bekijken vandaag, Torhout wint, Haarlembeke wint. Dus het zijn natuurlijk feiten. Het is nu eenmaal zo. Dus de wedstrijd tegen Erpenmeer, dubbel plooien of driedubbel plooien? Zo is het. Hè. We gaan een goede trainingsweek moeten hebben en dat gaan we ook doen. En ons voorbereiden. Ik denk dat we Richard Antwi die terugkeert, dat dan een hele belangrijke is voor ons. Iedereen weet dat een stukje scorend vermogen, rust aan de bal, balvastheid, zeer belangrijk. En Bode Kerf die ook terugkeert. Dus juist inspijtig dat Pieter hier twee keer geel pakt. Of goed, één keer geel was eigenlijk hetzelfde resultaat. Dus we moeten positief blijven. We zijn in de kleedkamer gekomen. Ik heb eigenlijk iedereen gefeliciteerd met hun wedstrijdmentaliteit. En we moeten positief blijven. We moeten spelen voor wat we waard zijn. En er zijn nog 3 wedstrijden te gaan. We gaan sterker staan. Er zijn ook jongens, bijvoorbeeld Koffie, heeft ook eigenlijk 4 weken uit geweest, denk ik. Hij heeft 1 week getraind. En dat is Benjamin De Brenne, rechtsachter, spierscheur gehad. Ook pas eigenlijk 1,5 week getraind. Dus die jongens gaan ook wel in de komende weken nog beter worden. Hè. Dus we hebben er. Ik panikeer nooit. Vroeger niet, nu niet. Ik zeg het vooral positief blijven. Zoals Stefan zegt. De sfeer is altijd leuker als je wint. Maar wij mogen ook niet klagen. Dat is wel. We hebben een goede en brave groep. En volgende week moeten we allemaal een keer 1 tandje bij nog. Hè. En dan gaan we 3. Ik heb al gezegd dat we er misschien nog 4 nodig hebben. We hebben nog Petergem thuis en naar Cercle Brugge, wat dan niet van de poes is natuurlijk. Maar goed, we blijven positief, we blijven er 100% in geloven. Er zijn nog een paar restricties, duels onderaan, dus Westhoek speelt bijvoorbeeld nog tegen Haarlembeke. In elk geval, gelijk dat je zegt, de mentaliteit van uw ploeg was goed. Jongens van Zelzaten, op dat gebied mogen we zeggen proficiat en blijf ervoor gaan.
kan jullie alle twee bedanken. Gino, veel succes nog. En wie weet, misschien tot volgend jaar. Tenzij de oude naar het promoveert via de eindronde. Stefan, tot volgende week en bedankt. Ja, we gaan niet promoveren, denk ik, via de eindronde.